we hebben echt heel veel leuke vragen binnengekregen over de recepten. Jullie hebben heel veel leuke gerechten ingestuurd en we hebben ook heel veel vragen over sushi gekregen. Dat snap ik, want het is natuurlijk super lekker. Maar hoe kan je nou sushi gezonder maken? Nou, dat is eigenlijk best wel lastig, omdat sushi best wel, zeker voor de rijst, heeft het best wel specifieke rijst nodig. Maar zie de sushi echt als een tractatie, weet je, het mag. Het mag gewoon, maar geniet ervan met mate en zorg ervoor dat als je het doet, dat je dan de gezondere keuzes maakt. Nou, en daar gaan wij jou ook vandaag bij helpen. Wij hebben namelijk ons meer verdiept in welke sushi nou beter is dan de andere en waarom. Nou, neem als voorbeeld, je hebt bijvoorbeeld de Maki sushi rolls. Dat zijn sushi rolls met rijst en bijvoorbeeld een stukje komkommer. Nou, zou je denken dat is heel lekker, maar in principe is de verhouding niet zo gunstig omdat het veel meer rijst bevat dan een volwaardig product. Kies dan bijvoorbeeld voor een California roll. Dat is een wat rijkerlijk gevulde sushi en bevat daarnaast veel meer voedingsstoffen. En dan ken je natuurlijk ook de gefrituurde sushi rolls. Die zou ik dan vermijden. Er zit natuurlijk heel veel slechte vetten in. Maar de opties met sushi zijn natuurlijk eindeloos. En wij hebben voor jullie een sushi menukaart voor 2 personen samengesteld. Die je als richtlijn aan zou kunnen houden. Neem bijvoorbeeld 2 California roll porties. Dan heb je er ongeveer 4 per persoon. Daarnaast 2 keer de tonijn nigiri. Is heel erg lekker. Zeker als je van de vis houdt. Ik vind hem zelf heel erg lekker in ieder geval. Dan de zalm sashimi. Dat is een zalm maar zonder die rijst. Dus die plakrijst. Een portie sojaboontjes of edameboontjes, hoe je het wil noemen. En 2 keer portie van de menukaart. Dan heb je eigenlijk al een best wel volwaardige maaltijd en kan je toch gewoon genieten van de sushi. En daarnaast kan je er natuurlijk 2 eetlepels soja bij doen om het net wat lekker zout te maken. En nogmaals, geniet er dan ook gewoon van, want dat mag. En als je dan deze menukaart aan zou houden, kom je op ongeveer 613 calorieën uit. En dat is prima, dat is best wel netjes. Dus als je sushi neemt, geniet ervan. Kies bewust en met mate. En hopelijk heb je hier wat aan.